Vandaag is Spotlight, de Smooth Brothers. Het is hier altijd gezellig en druk en het kan bijna niet anders of je bent hier wel eens geweest. Vandaag vertellen de broers hun verhaal. Wat we precies doen aan de Zwanenstraat in Groningen is we staan bekend om smoothies. Maar wij willen geloven dat het meer is dan alleen smoothies. Ik denk dat waar we naar streven is om een totaalbeleving te geven. Dat mensen uit de dagelijkse hectiek hier binnenstappen en dan alles los kunnen laten. En dus dan zowel de mind, de body als de soul gevoed kan worden. Mijn vader was ondernemer in Afghanistan, dus we hebben allemaal wel op zijn bureaustoel gezeten en rondgedraaid. En dat heeft denk ik voor ons allemaal een ondernemersgeest gecreëerd. En we kregen eigen ideeën en die wilden we tot uiting brengen. En in 2016, en daarom staat het onder ons logo, kwamen we bij elkaar met dit idee. En in 2017 zijn we officieel geopend aan de Zwanenstraat. Zie ik hier vanuit het Amerikaanse ondernemerschap is heel erg sterk in het netwerken, is heel erg sterk in zichzelf neer te zetten en presenteren, dus de deur binnen te trappen en hier ben ik. Razi is meer van het creatieve, het taalgebruik van de doelgroep waar we voor wat we willen dienen. En ik ben hou me meer bezig met het team, groepsdynamiek. Ik heb een achtergrond in de psychologie, dus ik vind dat ontzettend leuk om de volle potentie uit het team te halen. En ik denk als die drie dingen bij elkaar komen, dat daar iets moois uit kan ontstaan. We hebben allemaal een soort van liefde voor muziek. Nee, ik heb dan echt letterlijk bij Popo gewerkt, dus ik heb heel veel met muziek gedaan en luister thuis staat muziek altijd aan. Maar jazz was altijd wel de core geweest. Jazz, blues, soul, funk, vooral de ouderwetse. Dan hoor je de passie nog erin terug. En we zijn allemaal drie ego's, Casey broers ook nog, en met verschillende zienswijzen en gedachten, dus ook verschillende kwaliteiten. En het is eigenlijk, en vanuit de jazzfilosofie is het om bij elkaar te komen. Elkaar de ruimte te gunnen om te shinen, een solo moment te nemen en dergelijke. Wat we met het team doen, is dat we ze achter de counter staan als een podium. En de inrichting van de zaal kunnen ze op elkaar, is het meer een jazzclub vibe. Dus we zijn misschien daarin doorgedraaid en zijn we nog bezig, maar dat is ook leuk. Om zeg maar ervoor te zorgen dat het allemaal klopt. Wat ook fijn was aan Groningen, wat we merkten, is dat hier ruimte is om iets nieuws neer te zetten. En dat merkten we ook in het onderzoeken van de steden. Ja, dat past ook een beetje bij het Gronings, hè? Dus wat eigenwijze op onze manier. En dat een beetje hier ook geaccepteerd wordt. Het is niet zo van, oh, wat komen jullie doen? Maar het heeft dus met die eigenwijsheid ook te maken dat een onderdeel is van de cultuur in Groningen. Eigenlijk de gunfactor aan het begin, dat is heel bijzonder om dat mee te maken. Dat we zoveel mensen, oh, ik ga je over jullie vertellen. Dat is zo'n gunfactor, daar was ik in andere steden onbekend mee. Ik denk dat voor heel veel ondernemers een soort van een verborgen juweel is geweest. En wij zijn er, denk ik, twee jaar geleden op tijd ingestapt. Want Groningen maakt nu nog meer veranderingen door. Als je dan 's ochtends hierheen loopt en je ziet iemand fietsen met een Smooth Brothers tas, dan denk je, ja,
leuk. Of als je een dagje vrij hebt, je loopt rond en zie je mensen met je bekers rondlopen. Dan denk je, ja, dat is toch wel nice. Het is wel iets wat wij zelf hebben gecreëerd. Net de naam bedacht en alle logootjes bedacht en zo. En dan zie je het echt rondlopen door de stad en dat het echt leeft. Dat geeft wel een soort van trots gevoel van, dat is mijn ding. Hallo. Het streven is wel naar uitbreiding van naar meer locaties binnen Nederland. Ik denk dat er 12 provincies zijn en als elk provincie een Smooth Brothers heeft, dat we dan alle een eerste doel in onze visie hebben behaald. Dat je keek naar deze tweede aflevering van Spotlight. Ben jij of ken jij iemand die thuis hoort in deze rubriek? Laat het aan ons weten.